Tjeerd Masselt is fietscourier en het lukt hem nog steeds niet om van de sigaretten af te blijven. Hij ging dus naar Luik voor een hele andere uitdaging. Zo, weer een nieuw pakketje om weg te brengen. Ja. Wat is nou de kick van het fietscoureren? Ja, de adrenaline die je er af en toe uithaalt, hè. Dus, gewoon extreem hard gaan en tussen het verkeer door. En ja, gewoon de adrenaline die uit gewoon sommige stukjes zijn op lange rechte wegen, dus niks aan. Maar gewoon een bocht net heel hard aansnijden of tot je net voor een auto doorglipt of... Oh, dus je maakt het zelf ook spannend. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja, dat zoek je ook op. En daar gaat het om. Op een gegeven moment heb je aan bepaald iets niet meer genoeg om je adrenaline te krijgen. Dan zoek je weer iets nieuws. Een andere fiets die weer net wat gevaarlijker is. Of ja, je zoekt er net een langere trap uit om af te rijden. Of, dus je blijft op zoek naar die kick gewoon. Dus het klinkt alsof het heel bewust voor jou een keuze was om fietscourier te worden. Ja, was het ook. Was het ook. Jij hebt gewoon de Nederlandse kampioen downhill uitgedaagd. Ja. Waarom? Omdat ik zelf in mijn vrije tijd wil ik ook nog wel van trap afrijden en best gekke dingen te doen. En ik had zoiets van, in Arnhem kan ik dat best wel behoorlijk. Ik bedoel, goed. Ja. En ik heb zoiets van, dat wil ik ook wel eens weten hoe ik dan sta tegenover de Nederlandse kampioen downhill. Nou, hoe denk je dat je er tegenaan zit? Ik denk dat ik dat wel kan. Ja. Want waarom denk jij dat jij van hem kunt winnen? Want anders daag je hem niet uit. Omdat ik gewoon niet bang ben om zo'n trap af te gaan. En, als ik iets doe op de fiets, dan is het altijd zo hard mogelijk. Zo'n trappetje hard mogelijk afrijden, vind ik wel leuk. Ja. Ja. White guy. Je bent Nederlands kampioen downhill. Het lijkt me goed dat je even uitlegt wat dat downhill nou precies voor sport is. Downhill is een individuele sport. Van een punt A bovenop een berg met een mountainbike naar een punt B beneden op een berg. En wie tussen die twee punten de snelste is, die is dan met de kampioen of de winnaar. En dat was ik dit jaar. Gerwin, om het helemaal eerlijk te maken, gaan jullie zo dadelijk op dezelfde fiets de helling en de trap af. Wat maakt deze fiets nou zo geschikt? Het is een hele speciale mountainbike-uitvoering met zowel voor- als achtervering. En we rijden met de schijfrem in plaats van een normale velgrem op de fiets. Het is helemaal toegepast op wat jullie zo dadelijk gaan doen. Ja, we zullen het hard nodig hebben hier op de trap. Hij is vrij hoog en steil, dus we kunnen het wel gebruiken. Dit is hem dan. Deze 373 treden gaan jullie dadelijk met z'n tweeën af, Tjeerd en Gerwin. En je kijkt allebei wel een beetje benauwd, als ik heel eerlijk ben. Ga je een bepaalde tactiek nog toepassen? Niet remmen. Niet remmen? Zo min mogelijk remmen. En gewoon dom naar beneden. En hoe ligt het voor jou, Gerwin? Ja, ik denk de spanningen zijn er toch wel. En ik denk dat we toch wel enigszins gecontroleerd moeten doen. Want hij is vrij lang, de trap. En ik denk als we hem van bovenaf gewoon helemaal laten lopen zonder te remmen, dan zal de snelheid dermate hoog zijn dat we het einde niet gaan redden. In één stuk halen, Nou, ik wens jullie heel veel succes. Ik ga naar beneden naar de finish. Jullie moeten nog een stukje naar boven. Maar okay. Allebei heel veel succes. Oké. Okay.
Ja, niks aan de hand. Hé, hey, gefeliciteerd, leuk, zeg. Yeah. Vol gelukt. Dankjewel. Jongen, jongen. Oh, fuck, dan man. Heb je heel het was, nee, het was hartstikke leuk, joh. Echt, ja, tof. En je weet wat wij nou zeggen, hè? Dat komt natuurlijk door dat roken. Ja, daar heb je alle recht toe. Dat mag nu. Ja, ja, nou, ja. Deze uitdaging is niet gelukt. Wil je dan wel stoppen met roken? Die uitdaging moet dan lukken. We willen best proberen. Nou, doe maar. Oké, okay, hey, Gerwin, hartstikke goed gedaan, hoor. Dank je wel. Toch de Nederlands kampioen, hè? Zoals het hoort misschien, hè? Even feliciteren. Dank je. Nou, we vinden je allemaal ontzettend dapper, Geert. En gelukkig hou je nog steeds van fietsen. Eens even kijken of Ron Brandsteder dat met zijn motor zou durven, zo'n trap af. Nee. Griezelig, hè? Het was een hoog. Ja, hierbij vergeleken is stoppen met roken een peulenschilletje. Nou, jij...